Den Helder is sinds anderhalf jaar weer terug te vinden in de basketbal eredivisie. Dat is goed nieuws voor de competitie en ook zeker voor Den Helder. Voorzitter James Meijer is dan ook niet een beetje gemotiveerd, maar... Hartstikke veel. We zijn anderhalf jaar bezig met de voorbereiding, dus dan zijn we dolblij dat het nu gaat beginnen. Anderhalf jaar bezig geweest met de voorbereiding. Hoe ziet zo'n voorbereiding eruit? Zo'n voorbereiding ziet eruit dat er een aantal mensen zijn met basketbalbloed in de aderen. Die vinden dat Den Helder als basketbalstad ook een heren eredivisieploeg moet hebben. Alle voorwaarden zijn aan voldaan. Wat moet ik me voorstellen? Nou, dat is natuurlijk financiën. Je moet zorgen dat je een begroting dekkend krijgt. Je moet zorgen dat je een team bij elkaar krijgt, een coach en alles wat eromheen zit. Huisvesting, auto's, alles wat erbij hoort. Eén van de redenen om de club nieuw leven in te blazen is om de jeugd uit Den Helder een nieuw podium te geven. Ja, de BV Noordkop is de vereniging, de basketbalvereniging voor de jongens in Den Helder. En dat was ook een van onze doelstellingen, omdat er heel veel jeugd, talentvolle jeugd rondloopt in Den Helder. En wij vonden het gewoon belangrijk dat die jeugd die dan door gaat stromen in Den Helder kan doorstromen naar een eredivisieploeg. Hoofdcoach Peter van Noord is blij met de ploeg die hij nu onder zich heeft. Hij is blij met een team dat hij nog kan vormen. Deze jongens die zijn bereid om een stapje te doen voor elkaar, voorlopig. Het mooie is van een jonge nieuwe ploeg dat je ze kan kneden en volledig naar de filosofie van de organisatie laten spelen. En wat is de filosofie van de organisatie? De filosofie van de organisatie is proberen zo aantrekkelijk mogelijk basketbal te spelen. Van Noord heeft moeite met vooruitblikken op het seizoen. Wel is de coach erg blij met verdette Tju de Paula. Doel voor de competitie, we nemen het wedstrijd voor wedstrijd op dit moment. We nemen het wedstrijd voor wedstrijd. Meer kan ik niet verwachten van deze ploeg en organisatie. Nou ja, het grote verschil is natuurlijk Tju de Paula. Tju de Paula is onze, noem het, granddaddy. Tju heeft 16 jaar ervaring op topniveau basketballen. Waar Tju gewoon gepokt en gemazeld is. Zaterdag speelt Suns haar eerste wedstrijd in Meppel. Zij is voor het eerst in eigen huis te bewonderen op 28 september. In een wedstrijd tegen Leiden.